Kijk, dat zijn weer kleintjes. Oh ja. Zie je? Daar hebben we nog weer twee soorten van. Kijk. En dan weer een ander soort. Hier kunnen ze duidelijker op zien. Ja, ja. Wat of de boerenpartij allemaal wel willen en wat ze niet willen. Ja. Praat u geen Drents tegen elkaar als u hier bent? Als we hier zijn, ja. Dan praten we Drents, ja. Ja. Mijn vader, die praat altijd Drents. Ja. Maar voor de televisie, dan moet je wel een beetje Hollands praten, hè. Meneer, die zegt voor de televisie, je praat niet door Hollands. Ja, nou, helemaal Hollands praten kan ik natuurlijk niet. Nee, maar... Dat kun je nooit, als je hier geboren bent. Nee, maar dat maakt je wel duidelijk. Dat maakt je wel duidelijk. Je kunt het toch wel verstaan? Kun je ze niet verstaan dan, die hoogwitten? Jawel. Oh, dat dacht ik ook. Ze begrijpen het in elk geval wel, hè? Ja, maar het lachen dat zou wel een keer opbouwen. Dat zou wel een keer opbouwen. Ja. Maar... Wat dan minder, hè? Nou ja... Ze lacht niet zo hard meer in de kamer als ze dan is. Oh, rook je ook? Nee, maar dat zou wel een keer opbouwen. Die gaan ook weer een mooie vertelling doen, joh. Wat kon je? Een mooie vertelling op de zonderschool, tenminste, dat ik wij zeurt. De zonderschool? Je leerde niet in de zonderschool, maar ze vroegen hem dan als hij een mooie vertelling mocht doen. Kon hij goed vertellen, die tijd? Ja. Sprookjes? Maar ja, leren was er niet bij, hè. Nee, op jongelingsverenigingen en op de zonderschool, weet je wel, vroeger. Ja. Dan was ik op de jeugdverenigingen. Dan vroeg ik ook voor de zonderschool. En de jeugdwerk heb ik altijd meegedaan, vroeger. Kon hij goed toneel spelen? Ja, hij kan ook goed spelen. Ja, het is niet zo, zit er nog aan bij. En we doen zo te vliegen. Maar ik kan horen goed voordragen, je hebt nog eens vrienden van jou. Ja, ik heb met voordragen. Ja. Ik heb wel eens prijzen gewonnen. Oh ja? Ja, vroeger. Ja. Als er een voordrachtwedstrijd was ergens in de omgeving, dan ging ik er ook heen. En dan haalde ik wel eens de tweede of de derde prijs. De eerste kan ik me niet herinneren of ik die ooit gehaald heb. En Roelof. Maar de tweede en de derde wel eens. Van hem ook wel, die heb ik ook vrienden van jou, Roelof. Roelof ook, een broer van mij ook wel, ja. En dat zit erin, hè. En die zusters van hem, ja, trein en zo, dochter, die kunnen ook mooi veel dragen. Geen veel dragen, ja. Bent u trots op hem? Hm? Bent u trots op hem? Dat ik trots op hem ben? Ja. Yeah. Oh, ik hoop altijd dat hij niet overmoedig wordt. En dat is hij nog niet, gelukkig niet, dat hij met de gewone man praat net zo goed als met de ministers. Je moet er niet trots op worden, dat mag niet. Maar meneer, dat met gaan, die ben je niet van mezelf, maar die ben je nog geven. En met grote gaan, ik heb ze niet hoor. Maar dan wil ik niet graag, en dat zal ik wel niet doen, dat hij er groot op wordt. Dat is niet goed, want het is niet van mezelf. Ik ben gaan, die ben ik niet heen. Extra gaan. Te spreken en het openbaar, dat kan ik helemaal niet. Zie je dan, en je bent er wel enkel die als dat goed kan. Want ik heb wel eens gehoord in de kamer, die zit er pas al 3 maanden in. En dan heb ze nog nooit de mond als doen. Dus, je bent een lui die het misschien al jaren leert. Maar die kan toch niet alles spreken in het openbaar. Ja. En dan hoop ik dat hij altijd... En dat hoop ik, en dat zal ook wel zo weten, dat hij niet hoogmoedig wordt en dat hij tegen een arbeider net zo goed praat en net zo goed als tegen de ogen persoon.